Hallo dames en heren, super tof dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag ben ik bij het voetbalveld en vandaag gaan we voetballen. Mart is hier ook. Yo! Yo. We hebben dus een familietoernooi. En we gaan dus met mijn familie meedoen. Mart mocht ook meedoen als extra speler, dus dat is super nice. We hebben onze kleren aan. Sick! En we gaan nu naar het voetbalveld en dan gaan we gewoon zo meteen lekker voetballen. Ik heb er zin in. Let's go! Via de ingang bij de clubhouse. Hey! Bij de commissiekamer. Mooi shirt heb je aan. Deze mensen houden in de vlog. Ja, zeker. Doe dat even. En blauw duimpje omhoog, hè? Ja. Hey! Alsjeblieft. Jullie mogen. Awkward. Wij spelen hier iets van de derde wedstrijd. Die hiervoor heb ik helaas niet gefilmd. Maar wij gaan voetballen en we gaan kijken of we gaan winnen. Geniet van deze beelden. Let's go. Oh, Mart aan de bal. Hij paast naar Daan. En daar, op Quinn. Wat gaat hij doen? Oh, wat een goal! Hey jongens, dit is niet de bedoeling. Ja, dat gebeurt ook soms. En tegen goal, helaas. Deze wedstrijd is uiteindelijk geëindigd in 3-2 voor de tegenstander. We hebben makkelijk kunnen winnen, maar we hebben de sportiviteit aangehouden zodat ze... Kutschrijf van hem dan. Nee, maar we deden het meer een beetje. We hadden echt 30 keer kunnen scoren. Ik zeg tegen jou, ga scoren. Ja, maar ik en denk... wat doe je? Leg je beer af. Maar volgende wedstrijd gaan we sowieso winnen. Zo dames en heren, het toernooi zit er helemaal op. En ik ben eigenlijk ook wel klaar mee, ik ben echt moe. En we gaan nu iets leuks doen, want Daan die heeft de 1000 abonnees gehad. Als je zijn kanaal nog niet kent, check het linkje in de beschrijving. We gaan in ieder geval nu in de sloot springen. Voor 1000 abonnees van Daan. En voor mijn 214.000 abonnees. Dus laten we dat gaan doen. Let's go jongens. Yay. Yeah. En dat is Sarah. Hoi. Dat is de vriendin van Daan. Ja. En we, oh mijn god. Oh mijn god. En we hebben een mooi shirtje. Eerst maak je allemaal de ketting kapot en daarna gooi je hem ook nog op de grond. En nu komt er fitty. Let's go. Gastje, het lijkt net of je heel veel kracht zet, hè? Ja, maar dat doet hij ook. Ja, maar dan kun je dat heel veel kracht zetten, maar dan rustig of zo. Ja, maar geleidelijk. We proberen de partypoppers. Hij doet het, oh mijn god, let's go. Yo, welkom bij een gloednieuwe video. Ik ben Daan en ik ben met Quinn. Yo. Quinn mijn neef. En ik heb 1000 abonnees gehad. Ik ben super blij. Ik ga met Quinn in de sloot springen. 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 Yes, ik ga met Quinn in de sloot springen met partypoppers. Let's go! Oh nee, gast, wacht even, man. Ik durf het. Ik ook niet. Jullie zijn echt pussies. Jullie zeggen allemaal, okay, we gaan in de sloot springen. Mijn shirt uit. Laat maar. Kom op, ga alsjeblieft erin. Nee man, ik ben niet gek. Ja, het is heel diep, dus je komt niet bij je BH. 5, 4, 3, 2, 1. Duimpie. Ik ben dol wel. Hey, bedankt voor het kijken. Laat even een blauw duimpje achter. Vergeet niet te abonneren en... Jongen. Duimpie. Yay. Ik wou er zelf nog eens springen, maar hij blijft duur, man. Duimpie. Oh, maar, kijk mijn voeten. Doe even twerken voor de 1000 abonnees. Zo, we zijn thuis aangekomen en ik ben weer lekker fris van in de sloot springen. En nu gaan we iets heel lekkers eten. We hebben hier namelijk een pannenkoek en daar moeten we van alles op doen. Ja, ik noem het eigenlijk een pannenkoek, maar het heet een wrap. Maar we moeten van alles erop doen en dan ga ik nu even uit. Dit zijn crispy kipjes en die kan je erop doen als vlees, maar je kan ook dit vlees erop. Wat is dit? Ja, dit is niet crispy, maar ook vleesjes. Oké, dit is ook vlees wat je erop kan doen en dan moet je met sla...
En met dat, en met dat, en met dat. Dit is burrito's chicken. Chicken burrito. Oké, dat is. En dus je moet met alles een beetje hierop. En dat ga ik zo meteen aan het einde laten zien. Want anders wordt het koud, dus let's go. Hebben jullie een beetje trek? Nee? Ja, duimpje. Heel veel trek. Oké, duimpje. Zo. Top hoor. Met saus en alles erop en eraan. I'm in the trance. Je zoomt in of niet? Nee. Hey jongens. Hey, tjewel. Zal ik nog een beetje limonade voor jullie maken of jullie een ander smaak? Ja, lekker. Nog een beetje van dat, jongens. Is deze of liever anders? Ja, oh, bitch, dope. Wil jij die? Hey, ik kom uit de tuin. Zo jongens en meisjes, het is de volgende dag. En we zijn net wakker geworden en het is echt prachtig weer. Dus we gaan even gelijk naar buiten en we gaan het even laten zien. Het is heel lekker weer. Maar in ieder geval, het is heel mooi weer. De boom staat er nu wel een beetje voor. Maar we gaan vandaag dus gewoon zwemmen, denken. Gaan we zwemmen? Ja. Gaan gewoon zwemmen. En ik loop nu heel even naar het zonnetje toe, want het is echt heel mooi weer. Echt super nice. Nederland, eindelijk. Ze doen dus wat. Kijk, jongens, nu sta ik in de zon. Dus het is echt super nice weer. I like that. Nou, we gaan in ieder geval nu even een ontbijtje maken. En dan, als het ontbijtje af is, dan laten we dat natuurlijk even zien. Let's go! Heel erg lekker. 5 croissantjes. 6 croissantjes. Heel erg mooi. Maar is wel lekker. Ja, is het echt lekker? Dat ga ik even voelen. Oeh. Ja, het is nog een beetje fris. Het is wel een beetje fris, maar misschien kan het ermee door. Ja, we gaan sowieso zwemmen. Ja, we gaan sowieso even erin springen vandaag. Wordt super nice. Komt helemaal goed. En lekker eetje. Heel erg mooi. 5 croissantjes, ook al zijn het er 6. Kijk, schrik je niet van hem? Oeh. Oh, ik heb ook hier zwaar. Dit is een jongen. Hij heet Enzo. Fout. We hebben lekker croissantjes en broodjes. Eet smakelijk, Mark. En we hebben lekker ei. Kijk, een eitje. Oh shit, ik zit helemaal in de chocola. Oh, nee, dat moet je niet doen. Eitje erbij. Top. Holy damn jongens, ik ben dus even aan het editen en Mart die ging ondertussen een verdraafje aanmaken en deze verdraaft jongens, holy damn. Holy shit jongens. Deze is zo goed jongens, kijk dan, Ronaldo, Suarez, Messi, Iniesta, weet ik veel wie. Koke. Oh ja, Koke. Nou, allemaal andere spelertjes hier zo, op de bank ook super goede spelertjes. Holy shit. En nou, het is 191, maar ik denk dat we bijna echt 192 ja, hadden. Ja, ik denk, ja. We kunnen niks meer eraan veranderen. Nee, echt sick. Holy damn. Ondertussen ben ik even een video aan het editen. Dus dat is ook helemaal goed. En Marty gaat ondertussen met de 191 eraf zweden, jongens. Damn. Zo ziek, hè. Holy shit. 3, 2, 1. Een heel erg mooi shot van Daan met de bal. Maar dan ben je lekker aan het chillen. En of klopt maar het helemaal. Het valt echt wel heel hard aan mij. Ja, rechter wat gezegd. Oh, wat amper nat. Gaan we nu proberen? Ja, ik laat. Mart en ik probeerden dus met z'n tweeën op die waterscooter te komen. Maar het lukte maar niet, het lukte maar niet. Dus jullie gaan het zien hoe het gaat lukken. Uiteindelijk, we vielen elke keer. We konden er geen 10 seconden op blijven zitten helaas. Nou ja. Maakt niet uit. Ja, is goed. Ik wist dat je stom had. Shit. Je stond echt wel heel. Zo, dames en heren. Iedereen is naar huis. En ik heb volgens mij best een kleurtje gekregen vandaag. Iedereen is dus naar huis. Mart is weg. Daan is weg. We hebben het echt heel erg leuk gehad dit weekend. Hopelijk vonden jullie deze video echt weer heel erg leuk. Ik vond het super leuk. Dus als jij het nou leuk vindt, doe dan zeker weten een blauw duimpje omhoog. Abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. Doe dat dan hier beneden op het linkje drukken. Of gewoon even op abonneren klikken als je dat nog niet hebt gedaan natuurlijk. Want anders staat er al geabonneerd. Maar in ieder geval, tot de volgende keer bij een nieuwe video.
Laters. Voordat deze video is afgelopen, wou ik nog heel even zeggen dat ik vanaf nu eindelijk weer veel ga uploaden. Ik weet het, ik heb lang niet meer geüpload en dat komt puur doordat school heel even in de weg zat. Ik ben nu ongeveer klaar met school. De drukke periode is voor mij voorbij. En ik ga gewoon superveel weer uploaden. En laat zeker even dat blauwe duimpje omhoog achter. Ik vroeg net aan de mods van mijn Twitch hoeveel likes we konden halen. En zij dachten aan 3500. Dus laten we dat gewoon doen. Zou super tof zijn. Check jullie de volgende keer weer. En abonneer me. Later mensen.